Vanavond verwelkomen wij dokter Patricia Stoop. Zij is gepromoveerd in 2009 en heeft een zeer brede interesse in schrijvende vrouwen in de late middeleeuwen, als ik het zo mag uitdrukken. Zij heeft ook een aantal boeken geschreven en ik raad iedereen aan om zeker op bol.com, om daarmee te beginnen, eens te kijken naar de publicaties van Patricia. Maar ik ben nu heel verheugd om haar nu het woord te geven. Patricia, the floor is yours. Maar voor je begint, ik neem aan dat er vragen zijn, opmerkingen van het publiek. U kan deze onthouden en misschien stellen tijdens de question answers. Kan u ze niet onthouden? U mag ze altijd op de chat zetten, zodanig hebben wij meer tijd om na te denken over mogelijke antwoorden. Goed, Patricia, de floor is yours. Ik wil graag de Vereniging voor Antwerpse Bibliofielen. Ik begin al goed. Ik graag heel hartelijk bedanken voor de uitnodiging om hier te spreken. Ik heb vorige keer ontzettend genoten van de lezing van Elisabeth en de discussie die daarop volgde. Dus ik kijk uit ook naar jullie vrouwen, of naar jullie vragen, maar ik ben in vorm na een dag lesgeven en zo. Naar jullie vragen later in de discussie. Ik wil jullie, Dirk zei het al, ik ben bezig met schrijvende religieuze vrouwen in de late middeleeuwen en ook in de vroegmoderne periode. Langzaam maar zeker begin ik ook wel echt een vroegmodernist te worden. In de Nederlanden vooral. En ik wil jullie eigenlijk vandaag een beetje een overzicht geven van wat ik doe, gedaan heb. En proberen een breed beeld te schetsen van de manieren waarop vrouwen in de literatuur van de Nederlanden actief waren. En dat zijn er eigenlijk veel meer dan we tegenwoordig aannemen. Vrouwen waren zeker in de Nederlanden, maar ook elders in Europa, heel actief als bezitters en lezers van boeken, maar vaak ook als kopiisten of vertalers en soms zelfs als auteurs. En er zijn natuurlijk een aantal beroemde voorbeelden, zoals de mystica Hadewig, de hofdichteres Christine de Pizan of onze favoriete Antwerpse dichteres Anna Beins, die een belangrijke rol zijn gaan spelen in de literaire kanon, maar de meeste vrouwen en vooral de vrouwen die hier vandaag aan de orde komen, zijn helemaal niet bekend. En ik heb het een klein beetje als mijn missie opgevat om die vrouwen eindelijk de aandacht te geven die ze wel verdienen. En ik wil vandaag met jullie verkennen welke ruimte hebben vrouwen nu eigenlijk in het opnemen van hun pen en zelfs in het vormgeven van een creatief schrijverschap. Dirk spoorde jullie al aan om naar bol.com te gaan. Dat kan ook de lokale boekhandel zijn. Dat is in deze coronatijden natuurlijk eigenlijk nog veel belangrijker. Dit is het boek dat voortgekomen is uit mijn doctoraat. Dat gaat over de preken die de vrouwen, de reguliere kanonikessen, in een Brussels klooster hebben opgeschreven. En na mijn doctoraat ben ik tot mijn grote genoegen verzeild geraakt in een groot internationaal en interdisciplinair project dat Nuns, Literacies in Medieval Europe heette, samen met een collega uit Kansas en mijn collega Veronica uit Hull. En we hebben daarin een 60-tal bijdragen bij elkaar gebracht die gaan over de geletterdheid van vrouwen in middeleeuws Europa, van letterlijk IJsland tot Hongarije, Portugal tot Zweden. Dus we proberen daarin heel Europa te dekken. Dus gaandeweg is mijn onderzoek verbreed, zowel in de tijd als in de fysieke ruimte. Maar vandaag ga ik jullie onderhouden over vrouwen in de Nederlanden. Dus vrouwen spelen eigenlijk in de literaire kanon van de Nederlanden, ik zei het net al, echt heel erg een bijrol. En hoe komt dat?
Dat komt vooral omdat we weinig vrouwelijke auteurs kennen. Ik noemde Hadwig al, zuster Bertke is iemand, Aleid Baken, ik kom er zo op terug, en zeker Anna Bijns zijn natuurlijk de belangrijke vrouwelijke auteurs. De eerste vrouw, het is eigenlijk heel bijzonder dat zij al zo vroeg in de literatuurgeschiedenis opduikt, is Hadwig natuurlijk, die een heilige vrouw was, een ware meesteres, die maar liefst 14 visioenen, 31 brieven, 16 berijmde brieven en 45 liederen heeft geschreven. Dus de eerste vrouw die een rol oppakt in de literatuur, of ja, die een rol krijgt in de literatuurgeschiedenis van de Nederlanden, komt daar ook wel met een enorme knal in. Iedereen die het werk van Hadewig nog niet heeft gelezen, zou dat zeker moeten doen, want het is van de mooiste poëzie die ik ken. Dus dit is een hele warme aanrader. Opmerkelijk genoeg kennen we haar werk vooral uit handschriften die uit mannenkloosters zijn overgebleven. Hier is heb ik een afbeelding genomen uit het Gentse handschrift 941, dat omstreeks 1350 in Brabant is geschreven, waarin in de marge deze tekst wordt toegeschreven aan Hadewig, dus Ritmata Haiwigis. Als jullie meer over Hadewig willen lezen en kijken, kunnen jullie zeker ook op de Literaire Canon terecht en op de MOOC Middel-Nederlands die we hier in Antwerpen hebben gemaakt, staat ook een mooie inleiding over Hadewig. Een andere persoon die geschreven heeft, was zuster Bertke. Zuster Bertke is in die zin heel interessant, omdat het een kluizenares was die zichzelf had laten inmetselen in de buurkerk in Utrecht. En van daaruit advies gaf aan de lekengemeenschap in die stad. Religieus advies, uiteraard. Ze leefde daar in een cel die niet groter geweest kan zijn dan 16 vierkante meter, maar waarschijnlijk kleiner was. En ze heeft daar maar liefst 57 jaar gezeten, tot op haar 87ste jaar, toen ze gestorven is. En behalve dan het spirituele advies dat ze daar aan haar stadsgenoten gaf, heeft ze ook twee boekjes geschreven, of tenminste, we kennen er twee. Allebei van religieuze aard, dat zal jullie niet verbazen. Het ene heet Het Boekske van de Passie. Zoals de titel zegt, gaat dat natuurlijk over het lijden van Christus. En het andere is zuster Bertkens boek Tractierende van deze punten. Dat een aantal gebeden bevat, maar ook een traktaat over de kerstnacht en een dialoog tussen de gelovige ziel en haar bruidegom Christus. En tenslotte acht liederen. En van dat boekje zien jullie hier het titelblad afgebeeld. Dan een vrouw die misschien al iets minder bekend is, denk ik, in de literatuurgeschiedenis. Dat was Aleid Baken. Dat is een zeer markante figuur geweest. Ze was priorin van het Gentse regularisse klooster Galilea, dat tot het kapittel van Windesheim behoorde. En het kapittel van Windesheim was de kloostertak van de moderne devotie. En dat is die grote religieuze hervormingsbeweging die in de 14e eeuw is gesticht door Geert Grote, zoals jullie wellicht weten, in Deventer. En zich dan vanuit die IJsselregio over de Lage Landen verspreid heeft tot in het Rijnland en eigenlijk het hele Nederlandstalige gebied bestreken heeft, ook wel wat uitlopers kende naar Duitsland. Er waren maar 13 vrouwenkloosters toegelaten tot dat kapittel van Windesheim, omdat er op een gegeven moment te veel vrouwen deel wilden gaan uitmaken van die kloosterhervorming. Dan hebben de mannen gezegd van ja, oké, we kunnen de zorg voor al die vrouwen niet meer dragen. We zetten nu een stop op het toetreden van vrouwenkloosters tot onze organisatie.
maar Galilea hoorde daarbij. Aleid Baken, zoals jullie zien, heeft niet zo heel erg lang geleefd. Dat heeft ze waarschijnlijk een klein beetje aan zichzelf te danken. Ze was zonder meer een van de meest controversiële schrijvende vrouwen in de 15e eeuw. Ze is de eerste vrouw die een biografie schreef in het Nederlands. En van dit boek is alleen het tweede deel, Mijn begin en voortgang, die over de Gentse periode van haar leven gaat, tussen 1440 en 1452, bewaard gebleven. Ze was op dat moment priorin van dat klooster. En ze beschrijft daarin haar leven en ze legt daarin rekenschap af over de keuzes die zij maakt als religieuze vrouw. En net als Hadewig streeft zij heel erg een mystiek leven na. Dus ze wil heel graag dat haar gemeenschap zich oefent in de innerlijke weg, in de innerlijke vereniging met Christus. En ze is daar eigenlijk heel compromisloos in. En dat levert al heel snel een conflict op met haar kloostergenoten, die het prima vinden om, doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Als we ons nu bezighouden met het uitvoeren van kloosterlijke deugden, zoals gehoorzaamheid en nederigheid, dan zal het wel goed zijn, zeker. Dus dat begint meer en meer te clashen, maar Aleid kiest er wel voor om haar vorm van spiritualiteit in teksten te beschrijven en van daaruit uit te dragen in haar gemeenschap. Dus behalve die autobiografie heeft ze ook nog een traktaat over de vier kruiswegen geschreven, waarin de Imitatio Christi, het meelijden en het overwegen van het lijden van Christus, een belangrijke rol speelt. En het gaat op een bepaald moment helemaal mis als Aleid beslist dat ze vijf preken gaat schrijven als aanvulling op vier preken van Jordanus van Quedlinburg, die een Augustijner theoloog was uit Duitsland in de 14e eeuw. Ze doet dat eigenlijk nogal zelfbewust en ze schrijft in dat handschrift waarin je dus die preken van Jordanus hebt, schrijft ze als overgaat naar haar eigen aanvulling. Hier begint dat derde stuk van den Palmzondagen, dat toen overbleef en dat den eerbare wijze leraar ontviel. En dat heeft deze hier opgeraapt. En dat hem hierin ontbleef, dat heeft die Heilige Geest door deze arme creaturen vervuld. Godelof. Met andere woorden, Jordanus heeft niet alles behandeld over die Palmzondag. En wat hij heeft laten liggen, dat pak ik hier op. En dankzij de Heilige Geest heb ik dat hier kunnen opschrijven. Waarvoor dank natuurlijk aan God. Maar het feit dat ze zichzelf toe-eigent om de preken van een beroemde theoloog aan te vullen en voor een stuk te herzien, werd daar niet in dank afgenomen. Dat in combinatie met die autobiografie waarin ze zo die harde, mystieke weg nastreefde. Dus op een gegeven moment beslist het kapitel van Windesheim om Aleid te ontslaan als priorin en te verbannen naar Vacons in Antwerpen. Ze is daar een paar maanden voordat ze uiteindelijk ook een tragische dood sterft. En dat is niet het enige. Het kapitel van Windesheim denkt dan ook, zulke eigenzinnige vrouwen, dat moeten we niet meer hebben. En ze vaardigen een schrijfverbod uit. Met andere woorden, vanaf dat moment mogen vrouwen hun eigen religieuze ervaringen niet meer opschrijven.
Nou ja, dat doet natuurlijk de vraag rijzen hoe ik het dan toch nog over schrijvende vrouwen heb in die tweede helft van de 15e eeuw. Maar daar kom ik dan zo meteen op terug. Voilà, dus ik wilde nog heel even kort stilstaan bij Anna Beyns, die natuurlijk de eerste wereldlijke vrouw is die de pen opneemt. Anna Beyns, ja, we konden haar natuurlijk niet missen bij een lezing voor de Antwerpse bibliophielen. Een geboren Antwerpse die als schoolmeesteres, zoals jullie weten, actief is geweest in de Keizerstraat. Ook de eerste vrouw waarvan we een karikatuur kennen. En Anna Beyns heeft ook heel veel katholieke poëzie geschreven, vooral in de strijd tegen Luther en de kerkhervorming, die natuurlijk op dat moment de Nederlanden overspoelde. En net als bij Hadewig kennen we haar werk vooral omdat het is overgeleverd via de inspanningen van religieuze mannen. In het geval van Hadewig waren dat de reguliere kanunniken van Groenendaal, het klooster van Rusbroek. En in het geval van Anna Beyns waren dat de Antwerpse Franciscanen die Anna's poëzie hebben gebruikt als katholieke propaganda. Dan zie je heel mooi hoe literatuur in die 16e eeuw als wapen gaat dienen. En dat Anna Beyns daar een hele belangrijke rol in heeft gespeeld. Ik heb haar portretje nog een keer wat groter afgebeeld, omdat het is het eerste zogezegde vrouwenportret. Of portret van een schrijvende vrouw in de Nederlanden. Maar ja, het is natuurlijk een ontzettende karikatuur. En Anna wordt hier heel nadrukkelijk afgebeeld als iemand met een scherpe tong. Die ze ook zeker wel had. Dit is de kop van een krantenartikel dat op 7 november 2019 in The Guardian verscheen. Naar aanleiding van het onderzoek van een collega uit Surrey, Engeland, Diane Watt, die claimt van vrouwelijke auteurs zie je eigenlijk helemaal niet pas vanaf die late middeleeuwen, maar je ziet die al veel eerder. En zij zegt zelfs zo vroeg als de 8e eeuw. En we wisten van Engeland al wel dat er inderdaad vrouwen brieven hebben geschreven met priesters. Bijvoorbeeld Leoba, die een vrouwelijke missionaris was en een abdis van een klooster, die had een brief naar mannen gestuurd en die brief kennen we wel. Maar Diane Watt vindt op een bepaald moment in haar onderzoek een tekst waarin ze leest Ega una Saxonica nomine Hugeburg ordinando hec scribebam, oftewel ik, een Saksische non genaamd Hugeburg, heb dit geschreven. Dat wil dus zeggen dat dat vrouwen al heel, in dit geval heel vroeg, zichzelf ook toegang verschaffen tot de taal van de klerus, de taal van de kerk, namelijk Latijn. En daar hebben onderzoekers tot nu toe nog niet systematisch gezocht. Dus het doet natuurlijk de vraag rijzen in hoeverre zijn al die teksten die wij overgeleverd hebben als anonieme teksten en waarvan wij dus uitgaan dat die door mannen geschreven zijn, in hoeverre is dat nu eigenlijk waar? Dus je vindt kleine sporen, expliciete sporen van vrouwen die het Latijn machtig zijn, daar traktaten in schrijven. Dus hoe zeker zijn we nu eigenlijk dat al die anonieme traktaten zeker het werk van mannen zijn? Dat was natuurlijk koren op mijn molen, dat zullen jullie wel snappen. En het is zeker een van de vragen waar ik mee bezig ben. Van hoe zit het nu eigenlijk met het gebruik van volkstaal, van Latijn? Tot welke talen, tot welke soort literaturen, tot welke lagen van intellectuele cultuur hebben vrouwen nu eigenlijk toegang? En ik ben op dit moment bezig met een project over de Birgitinessen
in de Nederlanden. En in hun ruime boekenbestand kwam ik ook een Hebreeuws handschrift tegen. Dus er circuleert daar van alles in die kloosters en daar is nog heel veel interessants te ontdekken. Nu natuurlijk over de vraag, beheersen die middeleeuwse religieuze vrouwen Latijn? Daar heeft mijn collega Monica Hedlund, een Zweedse, over gezegd, how can they not know Latin? Want religieuze vrouwen leven natuurlijk een leven van gebed. En in die middeleeuwen en eigenlijk nog heel lang daarna is het bidden van getijden van de liturgische diensten en zo vinden allemaal plaats in het Latijn. Dus zelfs als je het niet actief leert op school, word je daar wel doordrongen gaandeweg in je religieuze leven. Dat is bijna onvermijdelijk. Dus waarom kennen we niet meer vrouwelijke auteurs uit die late middeleeuwen? Dus ik zei het al, Latijn was de taal van de kerk, van de clerus. En veel teksten, alle teksten tot ongeveer 1300 zijn in het Latijn geschreven. Daarna komt die volkstaal meer op. Vrouwen zijn natuurlijk uitgesloten van de universiteit. Dus leren ook de taal van de clerus niet automatisch. Ik heb het al aangehaald. Het is nog altijd de gangbare aanname. Vrouwen hebben geen toegang tot het Latijn. Maar je hebt dan toch enkele tegenvoorbeelden. Dan is natuurlijk de volgende vraag. Als vrouwen maar zelden auteurs zijn, welke rol spelen vrouwen dan wel in de literatuur van de middeleeuwen? Er zijn naar schatting 11.000 Middel-Nederlandse handschriften bewaard gebleven. Ik zei het al, Latijn is de taal van de clerus, van de religieuze orde. Het Nederlands is de taal voor de lekenbevolking, maar zeker ook voor religieuze vrouwen. En als je nu gaat kijken naar wat er overgeleverd is. We zijn natuurlijk terecht heel trots op die handschriften die de tekst uit de Nederlandse kanon bevatten. De Karel en de Elegast, Van den Vos Reinaerde, zo die teksten. Daar zijn we blij mee, trots op. Die lezen we ook heel graag met onze studenten. Maar eigenlijk zijn die wel ontzettend in de minderheid. Dus duizenden handschriften bevatten religieuze teksten. En een heel groot daarvan is geschreven voor vrouwen en gekopieerd door vrouwen. En ik ben op dit moment bezig met het maken van een databank van handschriften en ook incunabelen, maar vooral handschriften die op een of andere manier in verband te brengen zijn met religieuze vrouwen. En daar zitten er nu al meer dan 1200 in. En dan zijn we eigenlijk nog maar sinds de zomer bezig. Dus dat wordt een groot project. En daar hoop ik jullie ooit nog wel eens meer mee meer over te vertellen. Dus met de opkomst van het Nederlands vindt er eigenlijk ook een enorme emancipatiebeweging plaats. Meer en meer mensen gaan toegang krijgen tot literatuur, tot teksten. Dus ook vrouwen, zoals ik zei. Vaak zijn dat vrouwen die een religieus leven in een klooster gaan leiden. Maar we kennen natuurlijk hier in Vlaanderen ook alle Begijnhoven die daar een belangrijke rol in hebben gespeeld. In de omgeving van die moderne devotie, die hervormingsbeweging is begonnen in Deventer, zei ik al. Daar is het begonnen met lekenvrouwen die een religieus leven wilde leiden in zogenaamde zusterhuizen zijn gaan wonen. En je ziet in die late middeleeuwen, vanaf die 14e eeuw, zeker in die 15e eeuw, dat meer en meer vrouwen zich aangetrokken gaan voelen tot een religieus leven. En dat heeft ook als gevolg dat er natuurlijk meer en meer literatuur geproduceerd gaat worden, want al die vrouwen moeten ook voorzien worden van teksten en religieuze boeken. Dat
Het feit dat die vrouwen in kloosters gaan wonen, betekent dat ze hun dag besteden aan gebed. Ja, jullie zijn uiteraard meer dan bekend met de 7 liturgische momenten op de dag, de getijden waarop die vrouwen geacht worden te bidden. Gaandeweg of tussen die momenten door worden ze ook geacht om te werken. Dus het Benedictijnse motto Ora et Labora is in al die vrouwengemeenschappen zeer actief. En veel vrouwen besteden de tijd die ze bezig zijn aan met handenarbeid natuurlijk aan textielarbeid. Ze zijn bezig met naaien, borduren, weven. Ik ben nu een preek aan het vertalen die gaat over het naaikorfje als metafoor voor Maria. Er is een preek in dezelfde incunabel die gaat over het spinnenwiel als metafoor voor Christus. Dus textielarbeid, schrijven gaan soms ook hand in hand. Maar voor de meeste vrouwen worden de momenten die niet aan gebed zijn gewijd gevuld met textielarbeid. En in een aantal vrouwengemeenschappen zie je dat voor een klein groepje van de vrouwen die arbeid bestaat uit het kopiëren van boeken. Gaandeweg gedurende die tijd van dat schrijven, van dat naaien en borduren, wordt er wel degelijk ook nog altijd gemediteerd, gecontempleerd op dat leven met God. En dat bidden van die getijden gaat natuurlijk niet alleen voor hun eigen zielenheil, maar ze doen dat ook voor de ruimere gemeenschap rondom die kloosters heen. Voor sommige vrouwen blijkt dat kloosterleven een uitgelezen mogelijkheid geweest te zijn om hun intellectuele capaciteiten te ontwikkelen. Dus een leven met boeken was voor veel vrouwen in die periode niet bereikbaar, maar juist in kloosters dan weer wel. Dus je kunt je voorstellen, natuurlijk zijn veel vrouwen door familieleden in kloosters geplaatst, maar je kunt je ook voorstellen dat voor een aantal vrouwen dat intellectuele, religieuze leven ook wel zelf aantrekkelijk is geweest. Oké, terug naar die vrouwen. Dus welke rol hebben vrouwen nu ten opzichte van de Middel-Nederlandse literatuur? Het zal jullie intussen duidelijk zijn, ze zijn natuurlijk vooral lezers en gebruikers geweest, maar ze waren ook vaak boekbezitters. En natuurlijk geldt dat niet alleen voor vrouwen die in religieuze gemeenschappen hebben gezeten. Adellijke vrouwen hadden toegang tot boeken al heel vroeg, in het Frans natuurlijk vaak. En later zie je ook dat leken in de stad toegang krijgen tot boeken. Maar dit zijn zeker 2 belangrijke rollen die vrouwen hebben gehad als het gaat om literatuur. We kennen ook een aantal mooie voorbeelden van vrouwen als opdrachtgevers. Ik heb hier een prachtig plaatje uit het getijdenboek van Maria van Gelre, die geboren werd als Marie d'Harcourt in 1380 aan het Franse Hof, maar dan uiteindelijk in 1405 hertogin van Gelre wordt. En dit gebedenboek, jullie kennen het misschien, is in de bekendheid geraakt toen Johan Oosterman is gaan samenwerken met de Staatsbibliotheek in Berlijn, waar dit handschrift lag. En dat moest gerestaureerd worden, omdat het in slechte staat was. Toen werd het uit elkaar gehaald. En dan heeft Johan daar een fantastische tentoonstelling rond ingericht in Nijmegen een paar jaar geleden. En daardoor heeft dit getijdenboek ontzettend veel aandacht gekregen van hem en van een aantal mensen om hem heen. En ja, helemaal terecht, want het is een prachtboek. Ik heb hier nog een bladzijde afgebeeld, zodat jullie kunnen zien hoe dit
Latijnse gebedenboek er ongeveer uit heeft gezien. Andere beroemde opdrachtgevers waren mensen zoals Maria van Bourgondië. Ik heb hier ook een paar bladzijden uit haar getijdenboek afgebeeld. Jullie zien dat de Vlaamse primitieven daar natuurlijk een rol in hebben gespeeld in de verluchting van die boeken. Ook dat vind ik wel heel interessant, hoe schilders aan één kant panelen schilderen en tegelijkertijd ook bij de boekcultuur betrokken zijn. En hoe verschillende kunstenaars verschillende rollen ook al dan niet in het literaire veld bekleden. Ik heb hier nog een bladzijde met de speciale zwarte getijdenboeken, die nog wat exclusiever waren. Nou ja, zulk materiaal zie je in vrouwenkloosters eigenlijk nooit. Een ander belangrijk voorbeeld was Maria van Oostenrijk, of Margaretha van Oostenrijk liever, die een belangrijke rol heeft gespeeld als mecenas van literatuur. Ik ga een beetje snel over haar heen. Het is een ongelooflijk interessante figuur als het gaat om kunstproductie, literatuurproductie en intellectuele cultuur hier in de Nederlanden. Ik denk dat we daar een lezing op zich ook nog aan kunnen wijden. Ik heb nog even een afbeelding van haar prachtige antifonarium opgenomen. Dat een van de topstukken van de Vlaamse gemeenschap is. Jullie zien onmiddellijk waarom. En hier nog een paar boeken in haar bezit. Ze heeft een mooie bibliotheek opgebouwd. En wat natuurlijk voor onderzoekers van de rol van vrouwen en het boek interessant is, is dat zij haar signatuur ook toevoegde aan boeken. Voilà, dus we hebben lezers, boekbezitters, opdrachtgevers gehad. Jullie zien hier trouwens Birgitta van Zweden, die hier voor haar gebedenboek zit te bidden. Ik heb hier een paar foto's afgebeeld van hoe kloosterhandschriften eruit zien. Dus het contrast met de handschriften die ik net liet zien kon natuurlijk niet groter zijn. Kloosterhandschriften zijn zeker niet bedoeld als opsmuk. Het gaat om de boodschap en niet om de sier. Sommige conventen hadden honderden handschriften. En een van de dingen die ik wil doen in mijn onderzoek is kijken, hoe zien die bibliotheekcollecties er nu eigenlijk uit? Wat lazen vrouwen? In welke taal? Waar komen die boeken vandaan? Hoe circuleren die ook door de Nederlanden? En welke rol spelen vrouwen nu in de verspreiding van literatuur? Dus veruit de meeste handschriften die ik in mijn handen krijg, nu helaas even niet door deze rare coronatoestand, maar zijn dit soort eenvoudige, nette, maar eenvoudige boeken. Natuurlijk, vrouwen hebben niet alleen handschriften gehad gaandeweg. En eigenlijk al heel kort na de uitvinding van de boekdrukkunst blijken vrouwen ook toegang te krijgen tot dat nieuwe medium. Ik heb onlangs een artikeltje samengeschreven met Anna Tlabatschova uit Leiden over hoeveel incunabelen kunnen we nu eigenlijk in relatie brengen met de vrouwen die in gemeenschappen van de Devotio Moderna hebben gehoord. En we hebben wel hard gezocht, maar niet zo hard gezocht. En we hebben toch al snel 85 incunabula uit de periode na 1472 gevonden. Dus als je op zoek gaat naar gedrukte boeken, is het grote probleem, en dat weten jullie beter dan ik, dat provenances niet systematisch genoteerd worden. Dus de 85 boeken die we hebben gevonden zijn ongetwijfeld een fractie van wat er is. En het is zeker een toevalstreffer en geen eerlijke representatie van wat er geweest is of geweest moet zijn. Maar
Er is dus wel heel veel of heel wat materiaal beschikbaar. En we moeten zeker als we naar intellectuele cultuur van vrouwen kijken, zelfs al in die 15e eeuw, het gedrukte boek daarin wel betrekken. En ik wilde jullie dit prachtige bezittersmerk eigenlijk niet onthouden. Ik was daar zelf heel blij mee. Dus het is een incunabel dat het boek van het leven Ons Heren, gedrukt door Gerard Leeuw, van Ludolf van Saxe bevat. En deze zuster, Barbara Sons, heeft dit bezittersmerk erin getekend. Natuurlijk, de hond is geen toeval. En ze schrijft daarbij dat ze dit boek heeft gekregen voor ons zusteren in het gemijne. Dus voor het algemeen gebruik van haar gemeenschap. We weten niet in welke gemeenschap zij gewoond en gewerkt heeft, maar in elk geval is het duidelijk dat dit boek voor iedereen bedoeld was. Het is ook niet zo heel duidelijk welke rol zij nu in die gemeenschap had en wat haar dus aangespoord heeft om, ondanks dat dit een gemeenschapsboek is, wel haar eigen afbeelding daarin te zetten. In elk geval is het duidelijk dat zij aan haar mater, aan haar leidinggevende, heeft gevraagd dat dit boek in de kerk moet liggen en dat mensen daar op zondag ter ere van God uit kunnen lezen. Dus ja, dit soort kleine dingen kom je af en toe eens tegen en dan heb je een goede dag, hè, want het is ontzettend leuk om dat te zien. Ik heb het al gehad over hoe handenarbeid voor de meeste religieuze vrouwen textielarbeid is geweest. En dat sommige vrouwen zich mogen bezighouden met kopiëren. Dat is echt maar een kleine groep in zo'n gemeenschap geweest. Voor de meeste vrouwen zal ongetwijfeld gegolden hebben dat ze zich moesten bezighouden met naaien, borduren, spinnen of weven. Dat was ook natuurlijk waar kloosters geld mee verdienden. Voor het klooster Jericho, waar ik voor mijn doctoraat mee bezig ben geweest, weten we dat ongeveer 5 à 6 vrouwen op een groep van 60 bezig is geweest met kopieerarbeid. En dat brengt ons dus aan de volgende manier van omgaan met boeken in vrouwenkloosters. Vrouwen als kopiisten en vrouwen als verluchters. Je ziet dergelijke vrouwen die actief teksten produceren in veel religieuze gemeenschappen, ook van allerlei signatuur. Dus waar Jericho een convent van reguliere kanonikessen was, ben ik momenteel bezig met de Birgitijnen en Birgitinessen uit de Nederlanden die verspreid zaten hier over 8 conventen in de Lage Landen. En die mensen, mannen en vrouwen, hebben maar liefst 200 handschriften bij elkaar geschreven tussen ongeveer 1450 en 1900. Waarbij Mariënwater in Rosmalen en Mariëntroon in Dendermonde de 2 belangrijkste kloosters waren. Dus jullie zullen begrijpen dat ik een enorme kluif ga hebben aan dit boekenbestand. Maar het is tegelijkertijd een ongelooflijk interessante casus. Dus ik hoop daar veel uit te kunnen halen. Birgitta van Zweden was zo'n vrouw die in de 14e eeuw in Zweden natuurlijk leefde, die op een bepaald moment een visioen kreeg en dan gevraagd is om een orde te stichten waarin mannen en vrouwen apart, maar toch samen hun geloof konden beleven. En die orde heeft zich dan vrij snel verspreid, eerst naar Italië, waar zij om toestemming
van de pauzes gaan vragen en dan later over heel Europa. En zoals ik zei, dus ook een goede verspreiding kende in de Nederlanden. Vraag is, ik heb hier een paar handschriften van de Birgitijnen en Birgitinessen op afgebeeld. Wat wel heel erg interessant is aan die Birgitinessen onder andere, is dat zij al in die 15e eeuw ook prenten gaan maken, een soort van briefkaarten gaan drukken. Dus dat zij al heel vroeg een handpers in hun klooster hebben gehad. Zeker het klooster in Dendermonde, waarschijnlijk ook in Rosmalen. De vraag, of een van de vragen waar ik natuurlijk tegenaan loop, is: hoe weet je nu dat vrouwen zich met Middel-Nederlandse literatuur hebben beziggehouden? Hoe achterhaal je dat? Natuurlijk, veel handschriften hebben colofons, dus dan staat het heel nadrukkelijk opgeschreven dat vrouwen die geschreven hebben, in dit geval dit boek heeft geschreven zuster Anne Jordaans Zaliger Gedachten. Het is een boek uit Jericho dat Zaliger Gedachten impliceert. Natuurlijk dat Anne Jordaans niet zelf dit colofon heeft opgeschreven, maar dat iemand dat colofon achteraf heeft opgeschreven ter nagedachtenis aan deze Anne Jordaans. En dan zie je ook hoe boeken gaan functioneren als of in een herdenkingscultuur, in een memoriacultuur. Dus je hebt colofons, je hebt natuurlijk bezittersmerken op het moment dat handschriften in vrouwengemeenschappen circuleren. Zou het kunnen dat die ook door vrouwen geschreven zijn? Je ziet in een aantal kloosters zoals Jericho, andere gemeenschappen, zeker ook Vadstena, het moederklooster van de Birgitinessen, dat vrouwen een uniforme schrijfstijl gaan hanteren en dan, ja, een geoefend oog kan dan op een gegeven moment zien, dit is een typisch handschrift uit die gemeenschap. En dan weet je van, ja, vrouwen zijn daarmee bezig geweest. Sommige handschriften kunnen op kunsthistorische gronden toegeschreven worden aan vrouwen. Dus daar zijn een aantal facetten mogelijk. Jullie zeggen net als ik te lang begin te praten. Dat schrijfverbod van 1455 heeft als gevolg gehad, dus ik ga weer even terug naar Aleid Baken, dat er geen autobiografische getuigenissen meer mochten zijn. Maar welke ruimte hebben vrouwen dan wel om creatief schrijverschap op te nemen? Juist in die kringen van de moderne devotie zie je, en dan bedoel ik met name in die IJsselstreek en rondom Deventer, zie je dat vrouwen zusterboeken gaan schrijven, dus dat ze boeken gaan samenstellen met de exemplarische levens van vrouwen als voorbeeld. Een soort van heilige levens. Daarnaast hebben ze met enige regelmaat devote liederen gecomponeerd en geschreven. En waar ik vooral mee bezig ben, is met prekenbundels. Dus hier een afbeelding van hoe zo'n zusterboek eruit zag. Natuurlijk weer een net zo eenvoudig handschrift als we net al hebben gezien. Dit is het zusterboek waarin Salome Stikke, die priorin van Diepenveen was, beschreven is. En zij was zeker een van de boegbeelden van die moderne devotie. En zoals ik zei, ik ben zelf vooral bezig met preken. En dan met name met het type preken dat ik conventspreken heb genoemd. Namelijk de preken die door biechtvaders of bezoekende priesters in kloosters zijn gehouden. En daar dan door zusters van het convent zelf zijn opgeschreven. Ook dat is een genre dat op meerdere plekken in de Nederlanden gehanteerd werd in die tweede helft van de 15e eeuw. Ik heb hier een kaartje waarin jullie dat kunnen zien. En vanaf de tweede helft van de 16e eeuw, dus vanaf
dat de contra-reformatie zich begint te verspreiden en een grotere invloed begint uit te oefenen, zie je dat er maar liefst 75 collecties uit verschillende kloosters van verschillende ordes ontstaan. Dus dat is een fenomeen dat zich eerst in die kringen van de moderne devotie bevindt en dan in de tweede helft van de 16e eeuw eigenlijk bij wijze van spreken ontploft. En ja, dan wordt het heel erg leuk, hè? Want dan kun je gaan vergelijken wat gebeurt er binnen verschillende religieuze ordes en hoe doen verschillende vrouwen in verschillende gemeenschappen dat nu eigenlijk? Ik wil jullie nog even kort meenemen naar Jericho. Het klooster waar mijn doctoraat over ging, omdat het een ongelooflijk rijke casus is, waar je heel veel aspecten van de boekproductie van religieuze vrouwen aan kunt laten zien. Het is een klooster dat in Brussel en in Brabant eigenlijk een hele grote rol heeft gespeeld als het gaat om boekproductie. Niet in de laatste plaats omdat ze zelf een grote hoeveelheid handschriften hadden en ook oude drukken, maar daar kennen we er maar een paar van. Maar ze hebben ook handschriften voor derden geproduceerd en ze hebben een aantal zeer boeiende prekenverzamelingen opgeschreven. Ik heb hier de kloosterpoort afgebeeld en Philips de Goede en Isabella van Portugal, die de stichters waren van dit klooster. Eigenlijk was het een doorstart van het Sint-Catharina-klooster dat op die oude graanmarkt, waar dit klooster tot 1783 heeft gestaan, al stond. En een regularistenklooster in het Soniewoud dat op een bepaald moment afbrandde. Dan is in 1456 die plek in Brussel gebruikt om een doorstart te maken. En op dat moment heeft het klooster de naam Jericho gekregen. Het stond onder invloed van het kapittel van Windesheim, maar hoorde daar niet meer formeel toe, omdat, zoals ik al zei, Windesheim geen vrouwenkloosters meer wilde aannemen. Maar ze doen alsof. En dat zeggen ze ook letterlijk zo in hun statuten. Ik heb het hier nog de afbeelding van hoe dat klooster er in de 17e eeuw uitgezien moet hebben. Dus dit is een tekening uit Sanderes. Wat een ongelooflijke rijke bron is natuurlijk als het om kloostergeschiedenis gaat. En hier het platte grondje, dit waar de pijl is, was de ingang van het klooster. Degenen die bekend zijn in Brussel. De Dansaardstraat loopt midden over het kloosterterrein. Dus hij ligt zo. Het klooster heeft zo gelegen bij de Katelijnenkerk, bij de Saint-Géry, zo in die hoek, iets ten, ik denk dat het ten oosten is, maar dat zeg ik nu uit mijn hoofd, van de Grote Markt. Ik ga hier even een beetje snel doorheen, jullie ook zelf wat laten lezen. Het was een vrij grote gemeenschap. 50 koorvrouwen, dan nog een 20 tot 30 tal lekenvrouwen, die zorgden natuurlijk voor de dagdagelijkse gang van zaken, terwijl de koorvrouwen aan het bidden waren. En ze hadden 3 of 4 priesters tot hun beschikking om voor de zielzorg te zorgen. Er waren ook scholieren, dat is wel heel interessant, dat er echt jonge meisjes worden opgeleid in dat klooster. Hier heb ik het al over gehad. Ik heb veel te veel slides. Er is een school, er zijn leerlingen. En dus is er ook een schrijflerares aanwezig. En dat leren we in een van de prologen van de preekbundels.
waarin Janne Colijns Barbara Kuijermans haar meesterse van schrijven noemt. Het is niet zo heel erg duidelijk van, ja, is dat nu iemand die gewoon die nonnen leert schrijven in de zin van letters vormen en boeken afschrijven, of is meesterse van schrijven ook een soort van retorica lerares? Andere kant op. Het boekenbestand van Jericho is eigenlijk heel groot geweest. Het is de op dit moment op twee na grootste collectie die we kennen. Met 36 handschriften, 4 verloren handschriften, op dit moment 2 incunabelen. Ik heb ook 14 meter archief doorgespitst en er is een schilderij. Ter vergelijking, Mazeik, een klooster van reguliere kanunikessen heeft 65 handschriften, of ja, daar kennen we 65 handschriften van. En van Marienwater, het Birgitinesse klooster in Rosmalen, 101. Dus Jericho was zeker een van de grote spelers als het gaat om boekproductie in vrouwenkloosters. We zien ook dat in een periode van 45 jaar er maar liefst 43 zusters betrokken zijn geweest bij die schrijfarbeid. 8 van die zusters deden dat alleen voor zichzelf. 21 zusters deden dat alleen voor de buitenwereld, voor zover we dat weten. En 13 zusters hebben dat allebei gedaan. En ze werken heel erg in een uniforme schrijfstijl. En daar wil ik jullie een indruk van geven door deze afbeeldingen. En dan zien jullie vooral als het gaat om die initialen en om dat penwerk, hè, dat daar een hele grote gelijkvormigheid in zit. Ja, wat bijzonder boeiend aan dit klooster was, en ik ben daar nog lang niet op uitgewerkt, is dat die vrouwen pro pretio, tegen betaling, tientallen boeken hebben geschreven voor de buitenwereld. Dus er zijn rekeningenboeken bewaard gebleven voor de periode tussen 1464 en eigenlijk 1502. Ik heb hier een fout gemaakt op mijn PowerPoint. Daarin noteren de priorinnen hoeveel geld ze besteden aan schrijfmaterialen en hoeveel geld er binnenkomt van boeken die ze geproduceerd hebben voor anderen. En dan zien we dat die nonnen schrijven voor leken, maar vooral ook voor andere religieuze instellingen rondom Brussel. En in 1466 wordt daartoe heel nadrukkelijk een scriptorium ingericht. En we zien dan dat er vanaf dat moment eigenlijk 5 of 6 vrouwen actief kunnen zijn in dat scriptorium. Hoe dat scriptorium eruit heeft gezien, dat weten we niet. We weten dat het glasramen had, we weten dat het een gootsteen had, dat er een toilet aanwezig was. Dus we hebben er wel details over, maar hoe we dat dan visueel moeten voorstellen, dat is niet zo heel erg duidelijk. We weten in elk geval wel dat het steeds in kleine teams geschreven wordt, dat er steeds een paar zusters actief zijn en dat na een paar jaar die zusters dan allemaal vervangen worden. Dat is natuurlijk wel een klein beetje raadselachtig, want je leidt vrouwen op om professioneel te gaan schrijven. En na een paar jaar zet je die buiten, cru gezegd, en worden er andere mensen aangesteld. Dat lijkt toch wel een verspilling van energie. Het zou kunnen dat gebeurt omdat schrijven gewoon zwaar werk is. Monnikenwerk natuurlijk, letterlijk. En in een 17e eeuwse proloog bij een prekenbundel zien we dat Marie de Folie schrijft dat een paar van haar zusters enkele preken schrijven, maar daarin niet konden volherden.
Catharina Brekpot niet omdat ze met pijnen in het hoofd gekweld werd en Maria Bosmans niet omdat ze gekweld werd door pijnen in die magen, grafiel en stien. Dus dat ze maagklachten had en nierstenen. Dus wellicht was schrijven gewoon te zwaar om dat jaar in jaar uit systematisch vol te houden. De uitgaven voor schrijfwerk. Als we daarnaar kijken, dan zie je dat de nonnen natuurlijk perkament en papier aanschaffen. Wat heel interessant is, is dat perkament ongelooflijk duur geweest moet zijn. Vele, vele malen duurder dan papier. Ze kopen ook basisingrediënten voor inkt, galnoten, groen vitriol, dus koper. En nu vind ik het woord niet. En gom, natuurlijk veren om mee te schrijven. En interessant genoeg kopen ze dat materiaal op de markt. En je zou denken van, goh, ze gaan naar Brussel. Maar ze gaan ook naar Diest. En Diest is toch 60 kilometer van Brussel. Maar ze gaan daar vooral heen om perkament te kopen. We weten wel dat Diest een belangrijk centrum voor boekproductie was in die tweede helft van de 15e eeuw. Maar waarom Brussels perkament niet goed genoeg is, of misschien wordt er geen perkament gemaakt in Brussel, dat is mij een beetje een raadsel. En wat hier interessant is natuurlijk, die vrouwen mogen het klooster niet verlaten. Dus je ziet hier dat familieleden, werkmannen, maar vooral ook priesters op gaan treden als intermediaries, als tussenpersonen. Dus je ziet wel hoe die vrouwen de muren van hun klooster eigenlijk slechten door mannen in te zetten om materiaal te halen en later ook om de producten aan de man te brengen. Overigens, die producten zijn vaak geschreven in opdracht, hè? Die nonnen gingen niet zulke dure boeken maken als daar niet zeker voor betaald werd. Je ziet wel op een gegeven moment heel interessant. Ja, ik ga inderdaad afronden. Ik ga een stuk overslaan. Je ziet inderdaad op een bepaald moment een van die priorinnen schrijven van... we hadden verwacht dat we hier zoveel voor zouden krijgen, maar het gaat niet meer komen. En dat is dan natuurlijk ook wel een financieel fiasco. Ik ga even kijken tot waar ik ga gaan. Dus het is... ik ben altijd te enthousiast als het over die vrouwen gaat. Het is vaak niet zo heel duidelijk wat voor soorten boeken die vrouwen schrijven. Meestal noemen ze het een boek of een boekske of wat schrift of katerne. Maar als je dan beter gaat kijken, dan zie je dat het meestal liturgisch materiaal geweest is. Voor hun eigen kloosterzusters, voor welvarende leken, maar vooral ook voor clerici en voor vrouwen uit andere religieuze gemeenschappen. En opmerkelijk genoeg, we denken heel vaak dat mannen voor vrouwen schrijven, maar het is ook heel nadrukkelijk wel andersom geweest. Dus je ziet die nonnen uit Jericho schrijven voor de Dominicanen, maar ook voor de Norbertijnen en voor de reguliere kanunniken uit de omgeving. En ik heb hier een kaartje waarin de verspreiding van die handschriften is overgeleverd. Een laatste vorm van betrokkenheid van vrouwen bij de Nederlandse literatuur zijn die prekenboeken geweest, waarin die vrouwen de preken van hun biechtvaders gaan opschrijven. En als je naar dat materiaal kijkt, dan zie je dat ze niet alleen dat ze geen verslag maken van wat die paters of die broeder, ja, die priesters gezegd hebben, maar dat ze daar ook wel degelijk hun eigen aanvulling aangeven en dat ze daar ook geschreven bronnen in integreren en dat dat een heel complex gegeven van teksten wordt. Ik stel voor dat ik daarover op een ander moment jullie nog eens onderhoud en dat ik hier ga afronden, want ik
ben echt enthousiast geweest in mijn voorbereidingen. Dus dank jullie wel voor jullie aandacht. En ik ben benieuwd naar alle vragen en opmerkingen.